Een schilderij bekijk je met je ogen. Maar heb je er ooit bij stilgestaan dat reuk en geur ook een rol spelen in de waarneming van kunst? Dat is goed te zien in het werk van 17e-eeuwse kunstenaars. We volgen de neus van Ariane, conservator hier in het Mauritshuis. Ariane, kan je mij uitleggen wat kunst en geur überhaupt met elkaar te maken hebben? Ja, beeldende kunst gaat niet alleen maar over kijken. Hè. Dat roept weliswaar een hele visuele wereld op. Maar we zien die wereld ook met onze neus en onze andere zintuigen. Maar wat heeft dit schilderij nou met geur te maken? Want in eerste instantie associeer ik dit nou niet meteen met... oh, hier is heel veel aan de hand met geur. Nou ja, in die tijd waren er ook water was geparfumeerd. De kleding was helemaal geparfumeerd. Er waren veel meer geuren, die dus nu vaak vervlogen zijn, aanwezig in zo'n schilderij. Wat roept dit schilderij nou bij jou op? Bij mij roept het vooral op van een schilderij van zo'n Hollands schoongepoetst, fris huis. Proper. Proper, ja. Maar ja, tegelijkertijd is het ook prachtig versierd allemaal. En die kleding van haar. Als je je voorstelt dat die ook lekker heeft geroken, dan wordt het nog mooier. Dit is een schilderij van Rembrandt, de anatomische les van dokter Tulp. Die laat zien hoe de pezen van de hand werkt. Zo'n les werd uitsluitend in de winter gehouden, als het koud was. Hè, dat het lijk niet te snel zal rotten. Ik weet eigenlijk niet meer echt hoe lijken ruiken. Maar was dat dan in de 17e eeuw een bekende geur? Nou, het gekke is met lijkenlucht. Dat is de enige geur waar iedereen instinctief een afkeer van heeft. En het roept een gevoel van walging op, van gevaar. Je wil er zo snel mogelijk van wegvluchten. Dat is heel anders met alle andere geuren worden je aangeleerd. Dus heb je een keer in je kindertijd voor het eerst geroken... en heb je een bepaalde associatie mee, positief of negatief. Bij lijkenlucht geldt voor iedereen gevaar, wegwezen. Maar wat doet dit schilderij met jou dan? Nou, ik ben het schilderij aardig gewend. Ja. Maar ik vind het niet een echt heel prettige aanblik, zo'n geopend lichaam, moet ik zeggen. Laten we snel weggaan hier. Nou, dit kan niet missen. Hier komt de geur je al tegemoet meteen. Ja, de stier van Paulus Potter. Ja. Ja, een enorm geurig schilderij. Hè? Dat, gigantische koeienvlaai. Een enorme koeienvlaai. Ja. Die dikke bromvliegen, die komen er allemaal op af. Het is een en al geur wat hier wordt opgeroepen, hè, in dit schilderij. Dat Hollandse platteland, die schapen die daar liggen. Denk je dat Paulus Potter dit expres heeft gedaan? Want ik ken eigenlijk niet veel schilderijen met zo'n enorme koeienvlaai erop. Ja, dat moet haast wel. Hè? Als je dat zo op de voorgrond weergeeft en je wordt er met je neus bovenop gedrukt als het ware... dan moet het voor Potter ook wel belangrijk zijn geweest om die geuren van dat land op te roepen bij de kijkers naar zijn schilderij. Ja, want wat gebeurt er dan met die kijkers? Je bent hier midden in de stad, hè? Maar door hiernaar te kijken, dat werkt zo met je geurgeheugen... word je als het ware getransporteerd naar buiten de stad, naar het platteland. Bij anderen heb je misschien nog wat meer kennis nodig ook over de tijd... maar hier ben je gewoon in één keer ben je daar. Ja, inderdaad. Dit is echt een geurschilderij voor beginners ook. Ja, ja. Interessant, die verbeelding van geur en al die associaties die er in je opkomen... Hoe werkt dat eigenlijk? Geurhistoricus Caro Verbeek kan mij hier meer over vertellen.